Henk, doet het geluid het nu wel? Ik hoop het wel. Goed zo, heel fijn. Maar Henk, ik hoop dat alles goed gaat met je. Blij dat je kijkt ook. We zetten het geluid vanaf nu. Als het goed is, blijf ik nu gewoon doen. Maar het is echter wel zo dat we zitten hier een beetje in het buitengebied van het mooie Barneveld natuurlijk. Dus de internetverbinding is af en toe wat wiebelig. Dus er zal wat buffer plaats kunnen vinden nu het geluid er ook bij ze aanstaat. Want dat trekt ook nou eenmaal wat internet, wat extra vermogen zeg maar. Dus dat zou kunnen. Maar we laten hem gewoon aanstaan en als het helemaal misgaat, dan laat hij het maar horen. En het staat dus 9-8. Een beetje wisselvallig wordt er gespeeld. De ene fase, dan is het plop, plop, plop. En dan is het weer allemaal drama qua afronding. Dus we zullen zien wat de tweede helft met zich meebrengt. Ja, ik krijg een berichtje door die 5G-mast als die er staat. Ja, volgens mij wel. Maar het wil nog niet echt helpen. Even kijken, waar is die? Kijk, daar is die knijter. Maar ik weet niet, mijn verbinding is er nog niet beter op geworden, maar we zullen het zien, joh. Hij doet het nu nog, dus dat is goed. Kijk, daar staat Lieke te popelen. Ik wil niet zeggen dat ze op een blessure staat te wachten, maar ze wil wel graag invallen. Nou, we zijn er weer klaar voor. Leuk bij oma? Dat gaat wel beter. Ja, voor de mensen die zitten kijken, als jullie wat achtergrondgeluiden horen, dat je denkt, waar heeft hij het over? Mees van Woudenberg, Huub van Woudenberg en Lars van den Berg, die zitten er ook bij. Dus die hoor je af en toe ook praten. Ze waren net al hier. Ik heb niet geld. Oh, lekker. We gaan straks even kat eten. Ja. En dat ik hem hier onder leg, omdat hij niet heeft. Ja, dat is goed. Nou, 9-8. En ook in de eerste helft waren er af en toe van die hele lange aanvallen van vlug en vaardig. Hopen dat het nu wat sneller heen en weer gaat. Bart Evers is wel weer ingebracht trouwens voor Kees Snoei. Kees die nog licht geblesseerd is natuurlijk. Dus het was even nodig blijkbaar voor de rust. Maar nu is Bart Evers gewoon weer terug. En die het overigens zeer goed doet. Een paar doelpuntjes gemaakt al. Stabiel. Dus hopen dat dat zo blijft. En een kleine shout-out voor mama Evers natuurlijk. Het is allemaal niet zo interessant wat er gebeurd is, maar sterkte in ieder geval vanaf deze kant. Hopen dat alles snel weer goed gaat met je. In ieder geval leuk om je zoon zo in het eerste te zien is een basisdebuut. Milko, goede druk erbij. Weer zo'n lange aanval. We hopen dat er toch nog... dan moeten ze toch iets op bedenken dat het wat sneller onderbroken wordt. Goede druk weer. Ja, Laura heeft hem. En door. Lekker kijken.
Nou, Leon. Ja, goed gerebound van Maarten Snoei, de White Wizard van zijn goochelballen. Zien Leon toch weer in de punt. Vrij statisch, ja. Toch proberen om iets vloeiender te laten gaan. Nou, daar komt dus de wissel weer. Die hebben we in de eerste helft ook gezien. De ene snoei eruit, de andere snoei erin. Kijk, daar komt Olik goed weg. Kijk, geluk moet je ook af en toe een beetje hebben. We zijn met twee vrienden uit de E1, Huub en de kleine Van der Berg. Die zijn hier ook, of de grote moet ik eigenlijk zeggen, hè? Ja. Lars uit de E1, de topscorer. Ja. Die komen terug en die hebben hun zakken gevuld met AA, drink, snoep en allerlei andere dingen waar je iets te veel energie van krijgt. Huub niet, die is... Kijk, daar is Anneloes! Daar hadden we het eerste helft over. Ja, dat hebben jullie natuurlijk niet gehoord, want er stond geluid uit. Maar we zeiden, het zou zo leuk zijn als zij toch een keer een doelpuntje maken zou deze wedstrijd. Maar daar is ze. Hartstikke goed. Dat was ook best een mooie goal, hoor. Nou, er is iets met... ik weet niet wat er aan de hand is. Oh, gewoon gewisseld. Hij is het alleen niet meer eens. Dat is het, denk ik. Nou. Oeh, Leon. Lijkt mandloos, dat is lekker. Kijken of het weer zo lang wordt. Kees onder de korf. Kan misschien iets meer body erin zetten. En daar is hij. Nou. 10-8 staat het, nog 25 minuten. In de eerste helft hebben jullie niet voorst. Maar die tegenstander van Kees in de eerste helft, die had heel veel kracht in de benen. Dus die scoorde de ene goal naar de andere. Ja, dat klopt. Misschien moeten we de papiertjes in de prullenbak gooien, want nu blijft het wegwaaien. Oké, jullie doen rock, paper, scissors en de verliezer moet naar de prullenbak lopen. Zo, een steen, papier, schaar. Ja! 1-1. 2-2. Nee! Nou, naar de prullenbak. 6-2. Oh, doelpuntje daar. Even de tussenstand. Even een korte doornemen. Nog 24 minuten en het is 10-9 voor Odik. Goed, Bart. Milko voor golfbedingen. Ja, kijken of Milko de verschil weer op 2 kan brengen. Of een ander natuurlijk, dat is ook goed. Oeh, ja, we hebben hem nog. Dat was een harde blok. Ik hoorde het helemaal kaboom. Ja, want die vrij. Oh joh, jezus. Alleen nog opnemen of ben je ook aan het Facebooken? Dat is streamen. Ja. Oké, okay. Weet je waar je het vinden? Als je het Odik zoekt. Odik op YouTube. Ja, de titel is Odik 1 Vluggevaardigen. Dus daar kan je hem als je Odik 1 in het titel. Ja, nee, een soort thuisgrond. Ja, nee, hij is te veel. Op YouTube. Dus. Ja. Oeh, kort. Daar is hij. Nee, kort. Juist, nou is hij er. Weer zo'n lange aanval. Het duurt allemaal veel te lang. Beetje gang erin. Goeie aangeef. Hup. En Milko. Oké, goed, Evers!
Daar staat hij nog een keer, Milko. Oeh, bijna. Even sjouwen. Sterk, sterk. Goed zo, jongen. Ja, die doet het goed. Naar binnen. En ja, lekker! Hey, goed werk, Evers! Ja, ook Lars van de Berg is weer terug. Die had het steenpapier schaar verloren, dus moest het afval wegbrengen. Ja. Ook de grote sterren onder ons moeten af en toe normale dingen doen. Hè? Kijk! Ah, ja, maar even. Goeie onderschepping, helaas niet. Ja. Maar ja. Je zat er goed bij. Nu op blijven letten. Hier, meters over. Oh. Ja, toch een beetje reboundgebrek zo. Er wordt slecht geschoten, het is bijna niet mee te vangen. Schijt net allemaal een beetje te serieus. Ja, zeker wel, zeker wel. Ik denk het echt aan je staan. Kees, nee. Ja. Oh, ja, maar Kees! Normaal is Kees nooit de speaker nummer 1, de captain. Nu is het Anke Hopman. De captain van het team. Hey, prima, goed opgelost. We hebben hem weer. Oké, 11-9, nog 19 minuten te spelen. Anke, oeh, nee, goed ingezakt van hier. Ja, dat is lastig. Een groot kwartiertje, dus iets meer dan een kwartier. Hij liep. Ben je goed daar? Oké, goed, Brandien. Tot zo. Als je bij die ene meneer die nummer, weet niet is, de hele vrouw staat daar, bij het vak, waar ook moet verdedigen. Als je net goed kijkt, dan zag je dat hij niet. Want de scheidsrechter heeft even gemist. Kijk, ze gaan toch weer een dame in aangeven neerzetten. Hier in de rebound. En dan één iemand uitspelen. Ja. Dreiging naar binnen moet wat meer zijn. Ze komen toch moeilijk tot kans hier. Hoe kort. Ja. Een botsing, helaas. Kom op nu, hé! Ik weet het niet. Achter! Nu even. Goed in balans, dat is het belangrijkste. En vang uit. Ja hoor, keurig. Bart Evers die uit de rebound onderscheppen. Ja.
Ze letten allemaal nu. Toch een doelpuntje extra, jongens, zou fijn zijn, hè? Dat we even naar 3 gaan. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ze letten allemaal goed op vanwege het warme weer. Want dan letten ze nog best goed op. Kijk, strafworpje veroorzaakt. Meegekregen door Anke. Nou, wat gaat het worden? Wat gaat dan filter raken? Dat is jammer. Toch wel, het zou toch wel lekker zijn dat ze toch naar die 3 verschil gaan, jongens. Ai, ai, ai. Jammer. Nou, daar gaat hij. 11, 9, 16 minuten. Wil je het over de lijn heen? Ik heb serieus gewoon nog steeds in mijn hoofd dat vlug en waardig aan de andere kant moet scoren. Van de vorige helft. Oeh, dat is de goal hier. Nou, jammer, kijk, dan is het verschil weer 1. Ja. Even weten, het is 11-10. Anneloes gaat eruit en Lieke komt erin. Ook een van de vele gevallen die met of een lichte of een, nou ja, of een echte blessure heeft gelopen. Als je zo de bank kijkt bij Olik, zie je Art zitten. Die is natuurlijk vorige week geblesseerd geraakt. Joyce is geblesseerd. Die was net terug en die ging gelijk weer door de enkel. Melissa is geblesseerd. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan in de selectie. Hoeveel pech er is op dit moment. De hele selectie is geblesseerd. Ja, er zijn er een hele hoop. 2D vorige week met 5 basisspelers gespeeld. En de rest was import, zullen we noemen. Ja, mooi. Oh, 2D, Kees. Oh, jammer. Wat een goede kansen, zeg. En nog steeds blijven op 11-10 steken. 11. Sta. Even achter. Kort. Kijk, Evers, lekker jochie, belangrijk. Nou. Evers lekker snel kunnen. Evers lekker snel. Nou, het staat nog 14 minuten op de klok en 11-10 voor Odek. Oeh, liep. Leon. Hey. Ja, nee, wel. Bijna. Ja. Even. Oké, okay, prima. Ja, er is het weer. Het geluid loopt wat achter, hoor ik. Nou, we zullen het zien. Daar kan ik echt niks aan veranderen. Ik denk dat het hier en daar door een buffetje komt, Henk. Ik hoop dat het meevalt. In het veld al een duwtje. Nou, de oma en de mama van Huub zitten ook te kijken en te luisteren naar de stream. Zeg maar even hallo. 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 Hi, mam. Kijk, even weer met een goede onderschepping. Van Dien, Anke, Lieke, Leon, Beek, Anke, Leon. Leon, Lieke. Oh, jammer, Kees. Maar Henk, het geluid kan natuurlijk achterlopen, maar het kan ook gewoon zijn dat wij gewoon heel slecht commentaar hebben.
Dat zou kunnen. Dat hoop ik niet. Dat hopen we niet, maar ja. We hebben, ja, dat hebben jullie ook niet gehoord, het stond geluid niet aan. Maar we hebben in het begin van de uitzending gezegd van welkom bij deze zeer onprofessionele stream. En we hopen dat jullie het leuk gaan vinden. Nou, en daar blijven we bij. We hebben op dit moment 32 kijkers live. Dus dat is hartstikke leuk. En ik kreeg net ook wat binnen dat er wat mensen van Vlugge Vaardig aan het kijken waren. Die via getipt werden op onze stream. Dus dat is erg leuk. Kees! Oei! Leon. Nee, oh, die zat er eigenlijk in. Die horen ze. Zeg maar, wat wil je zeggen? Oh, goed Bart! De erevoorzitter kijkt ook, krijg ik door. Nou, kijk eens. Ik voel me ook vereerd dat de erevoorzitter kijkt. Nou, 11-10. Nog 11 minuten. En nog steeds 11-10. En als er mensen zijn van, is dat nou Kees die daar in het veld staat? Ja, dat is Kees inderdaad. Dat is op zich niet zo gek, want die hoort natuurlijk gewoon het eerste. Maar hij heeft geen bril meer, dus er zijn wel mensen die wat moeite hebben om te herkennen. Hij heeft lenzen. Nou, wat een feest. Dat is wel jammer. Normaal was het een soort van, is een beetje traditie dat iemand even zijn bril van zijn hoofd afpetst in de wedstrijd. Dat gaat nu niet meer gebeuren, maar... We hopen dat hij er nog scherper door wordt. En hij moet eerst fit worden natuurlijk, want hij heeft nog last van zijn knie. Even kijken. 10 minuutjes nog. Ja hoor, daar is hij weer. Bart Evers. Lekker Bartje! Even dus rollen. Het is toch nog leuker om te zien dat Kees nog één bol maakt. Ja, we hebben hem nog knap geschoten van Lieke. Wordt Evers dus best belangrijker voor het team. Vooral met zijn onderscheppingen. Absoluut. En leggen, jongen. Ga klaar! Wil je geld? Goed, jongen. Wil je een beetje? Kom maar zitten. Zet maar af! En halen! Blijf buiten! Hij is straks nog een oliesnel halen. Ja. Yes. Oh. Even een klein onoplettend momentje en het staat weer gelijk. 11-11. Het nummer van Bart. Er wordt hier en daar wat gewisseld. Een heer en een dame bij de tegenstander, terug en vaardig. Het staat 11-11 met nog 9 minuten, dus de spanning is terug. De score is erg laag. Maar nu het vak in de avond wat bij Odik tot nu toe het makkelijk scoren. Dus laten we hopen dat deze traditie voort blijft zitten. Kijk, Evers is er weer. Oplossen, neerzetten, herhalen op Milko. Dat zal het recept van de dag een beetje zijn. Moet hij niet te kort schieten. Dat is niet handig. Ja, Odik 4 komt terug, zie ik daar. Ik zie Martine lopen. Oh, knap gemaakt weer van diezelfde heer hoor. Ja, die heeft toch die wegtrekballetjes al aardig gemaakt deze wedstrijd, dat weten we. En als je deze, wat voor raar geluid is dat? Dat is een helikopter. Helikopter. Heel Kobo, Bart, goede rebound. Ja hoor, Bart doet het gewoon zelf. Haha.
Lekker badje! Kijk, een time-out. Ik weet niet voor wie, ik denk voor de tegenstander. Dus ja, het is nog 7 minuten en 12-12. 7 minuten en nog 12-12. Ja, het is wel spannend. Het is geen hele goede wedstrijd, maar zo de laatste 7 minuten met 12-12, dat kan nog alle kanten op. Hé, hey, wat doet daar voor iemand? Van de Berg loopt aan de overkant. Mijn moeder. De moeder van Lars. Ja, van de Berg dus. Nou, daar gaan we jongens. Het laatste stukje. 7 minuutjes nog. Het kan natuurlijk iets langer zijn, want deze tijd loopt gewoon door. En de time-outs en zo, die worden wel stopgezet door de scheidsrechter, maar niet door het scorebord. Als ik het zo goed zie. Twaalf, twaalf, nou. Als je goed staat, gaan we niet nemen. Draait dan. Bart Evers voor in de punt. Ja hoor, goed Laura. Laura, pak de bal. Een belangrijke onderschepping. Deze aanval moet we scoren. Want als we de 13-12 willen maken, om ze winnen. Rustig, voor, voor, voor. Ja, Leon Verin die moet het gaan doen. Die is te kort. Nee. Ballen die te kort zijn, die vangen we niet, jongens. Kom op. Als we deze scoren, is het wel een beetje gedaan. Nee, nog lang toch? Ja, dat wel. Dat is niet goed. Ja, knap gemaakt. Eentje achter, 12-13. Dat is mijn beste tijd. Ik denk 6 minuutjes. Oeh, opgevangen. Nee, niet genoeg. Ja, dezelfde beweging meerdere malen achter elkaar doen. Dat de heer het nu door, zie. Die stapt niet meer in. En Leon komt niet meer vrij. En wat gaat de trainer van Olik daaraan doen? Overtuiging in de schuiter nu. Milko wordt eruit gehaald. Ja, die wordt gewisseld en die wordt zo naar de andere kant gebracht. Dus die zal voor of Leon of Kees komen. Natuurlijk zo'n lichte blessure. Ja, maar die kan wel beter rebounden. Dus ja, we zullen het zien. Nou, daar is die. Als hier maar geen goal valt, dan blijven we een beetje uit de problemen. Want als we gelijke stand komen en het juiste vak in de aanval. Nou is Milko er wel uitgehaald natuurlijk, dus dat is een klein risicootje. Ja, het is nog maar een paar minuten. Het is ongeveer alles vast hebben gezet, maar niet meer kunnen winnen. Het is ongeveer nog 5 minuten. Ja, het is nog een paar minuten. Oeh, Milko gaat voor Leon eruit. Ja. Nee, is erin. Oh ja, en er is nog een commentator bijgekomen, Mees. Het broertje van Huub van Woudenberg. Ja, Mees heeft gewonnen met voetballen vanmorgen. Ook belangrijk. Goed gekiept heeft hij ook met de penalties. Kijken, ja, Brandien van der Vliet. Heel goed, nou. Bart Evers, geen gekke dingen, nee. Oké, nou. 12-13 en op de klok staan nog 2 minuten, maar het zal nog iets langer zijn. Milko erin. Kort, ja. Kees heeft hem goed uitgeblokt.
klein overtredingje vooraf, maar toen keek de scheidsrechter nog niet, dus dat is de stem. Ja. Uit genoeg. Als je maar goede schoten neemt, jongen. Ja, te kort. Nee, dat gaat niet meer, denk ik. Nog ongeveer 3 minuten. Nou, 1 nog. Nou, ongeveer nog 3 minuten. Ja. Er staat 1 minuut op het scorebord, maar het zou nog iets langer zijn door de time-outs die genomen zijn. En de tijd die dan niet op stop is gezet. Pauze. We proberen de scheidsrechter een beetje in de raad te houden. Die zal zijn vingertje omhoog steken als er nog 1 minuut te spelen is. Zeggen wel als er nog 1 minuut is. Ja. Scheidsrechter fluit voor tijdrekken. Ook al verdedigt snoei achter. Dus dat is toch een beetje raar. Maar het duurde hem echt te lang nu. Vrije bal maken, jongen. Nou. Dit is een vrij belangrijk moment. Van 12-13. Alles. Milko van Golbingen, de vrije bal. Oh, ja, oké, Kees heeft hem. Ja, Milko, nee, weer. Nou, nee, dat is toch zonde. Oh, hij heeft pijn. Hij doet een beetje zeer. Maar gelukkig komen ze hem al helpen. Even een massage. De tijd staat stil. En de moeder komt eruit. Ja, hoe lang zou het nog zijn, jongens? Wij weten het niet. Schijt wel. We zijn... Nee. Nou, even kijken. Volgens mij is er niks aan de hand. Dat hij, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar hij werd geduwd. Zo zag het eruit. Is hij ziek of is hij moe? Is dan de vraag, hè? Is hij ziek of is hij moe? Nou, jongens, het lijkt erop dat het een beetje ten einde komt, zo. Zeker. Dat zou betekenen dat er een hele magere uitslag is neergezet met toch wel erg goede korfbalomstandigheden. Dus de verwachting vooraf was in ieder geval meer dan 12 en 13 doelpunten. De Olympiek doet geen goede zaak op deze manier. Enige pluspunt tot nu toe is de gelijkmaker wel een puntje opleveren. En de invalbeurt of de basisdebuut van Bart Evers is in mijn ogen een zeer geslaagde. Heeft hij het erg goed gedaan. Gaat 1, 0. Jongens, dat zijn ook geen schoten. Dit is zo jammer nog aan het einde van de wedstrijd. Dat ze toch nog even... Scheidsrecht, hoe lang is het? ...en ze inhalen. Ik heb gevraagd even. Hoor, achter. Oké, nog een kans. Nou, maak hem. Kom aan, dwing op! Oh. Hey. Ja, dat was een botsing. Lieke Beckerman is zo... Lieke ingevallen, die kreeg een schoudertje tegen eraan. Het zal wel meevallen, denk ik. Even een oplater.
En nu is het even time-out. Even een blessurebehandeling, hè? Dat denk ik niet. Doen we net zoals de NOS, even wegdraaien van de blessure. Gaan we even daar filmen. De NOS? De NOS? Ja, de NOS. Wat doen ze dan? NOS-journaal. Hoe bedoel je bij het NOS? Dat ze dan even weggaan bij de blessure? Ja. Ah, ze loopt alweer. Gaat alweer goed. En we kunnen weer beginnen. We gaan verder. We zullen de bal nog hebben, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Het kan wel zomaar. Dat ze nog een Kees en die meneer van Kees even wie dit bal is. Ja, ik denk dat ze nog... Kees had toch een ander mannetje. Nee, je mag ook wisselen. Oké. Weer te kort. Nee, dat was geen lijn. Ik heb de scheidsrechter ook geen tijd aan zien geven nog, maar volgens mij is het bijna klaar. Oh, maakt dan niet meer uit. Odik gaat verliezen met 2 punten verschil en nog een zeer korte tijd. Ze kunnen er misschien nog 1 maken alleen. Ja, maar 2 maken zal te veel zijn, tenminste. Ik weet niet hoe lang het nog precies is. Ja. 1 minuut 50. Oké, nou we hebben nog even. Er zijn nog kansen. 1 minuut 50 horen we net op de scheidsrechter. We moeten toch snel gescoord worden, want ja, de tegenstander gaat natuurlijk uitspelen. Brandien van der Vliet. Nee, Bart Evers heeft hem los weer op. En zet het weer neer. Leon. Ja, kijk, daar is Leon. Er is nog eentje van Leon. En nu de bal weer snel terugkrijgen. Dat is de... De hoop van Ode. We zullen nog ongeveer 1 minuut 20 over hebben of zo. Dus nog een aanval of 3. Dus met een beetje geluk wordt Odik nog 2 keer een bot. Oh, lang. Ja. Beetje. Als Kevin nu een harde bal maakt. En in de korf komt. Laura. Ja, dat staat de hele wedstrijd in. Ja, oké. Nou. Laatste stukje. 1 minuut nog. Dus ja, ze hebben het in eigen hand. Je kan hem gelijk maken. Alleen je kunt ook niet. Hoi, Bart stond niet goed. Nee, toch nog met 1 puntje misschien. Nou, nu wordt het toch heel moeilijk. Misschien als ze hem nu gelijk pakken. Alleen er is geen hoop meer. We gaan de tegenstanders doen rustiger aan. Vrijbal. Nou, dat heeft de Anke Express gedaan. Je geeft een vrije bal weg, we hopen dat ze hem missen. Maar ja, ze hoeven hem niet te nemen. Dus je kan hem ook gewoon open spelen. Dat zal ze waarschijnlijk ook doen. Ja. Dan spelen ze hem open. Dan kunnen ze de bal in bezit houden. Ze staan voor, dus ze hoeven niet te scoren. Ze proberen nu de klok uit te spelen, zodat de scheidsrechter tijd voor tijd fluit. Oké, nou, nog... Hey, helaas. Leon scoort nog bijna. Ja, helaas. Het is gedaan. Scheidsrechter heeft gefloten voor het einde. Het is gedaan. Het staat 13-14. Bedankt voor het kijken allemaal. Ook namens de heer Van Woudenberg daar. Hallo. En de heer Van der Berkt. Waar ben je? Hallo. Daar. En we hopen jullie een volgende keer weer te zien. En daar is Mees. Bedankt Mees. Oeps. Het schijnt dat kleine Huub nog wel eens wat onhandig is en die ram bijna de statief van de tafel. Ja, tot de volgende keer. Bedankt jongens allemaal en tot de volgende keer.